In een sfeervolle ambiance in het topsportcentrum Rotterdam speelden de Oranje Dames de derde wedstrijd om zich te kwalificeren voor het EK, dat plaatsvindt aan het eind van het jaar in Hongarije en Kroatië. De tegenstander was Spanje. Nederland ging goed van start. Halverwege de eerste helft komt Spanje langzij. Maar voor het rustsignaal klonk was de marge weer 5 goals verschil in het voordeel van Oranje. We zijn heel goed gestart. We hadden in de eerste helft even problemen omdat we snel in ondertal kwamen. Daar kregen we snelle doelpunten tegen. Dat pakten we daarna weer goed op met de rust 5 voor. Tweede helft vond ik dat we in de aanval moeite hadden om het spel te blijven spelen zoals we wilden. Die 5-1 dekking stoorde ons toch te veel. Maar in de dekking hadden we de zaak goed op slot. 10-10 tweede helft is prima. 5 goals verschil tegen Spanje is goed. Spanje is een geduchte tegenstander voor de Oranje Dames. In de stand voorafgaand aan de wedstrijd stond Spanje in punten gelijk met Nederland. Maar eerste door een beter doelsaldo. De Oranje selectie deed dus goede zaken voor de kwalificatie door van Spanje te winnen met 27-22. Oh ja, we hebben nu een voorsprong van 5 doelpunten. Die nemen we mee naar Spanje en moeten zorgen dat we in het onderlinge duel voorblijven. Dan heb je aan de eindranking heb je dan net een klein voordeel ook voor de loting voor het EK. Dus dat is de instelling of de inzet voor zondag. We hadden van tevoren verwacht dat het een zware wedstrijd zou worden. En ik denk dat we goed hebben laten zien wat we kunnen. En dan als je met 5 doelpunten verschil wint van Spanje, dan heb je het goed gedaan. Op 30 maart treffen de teams elkaar weer, maar dan in Spanje. Kwalificatie kan Oranje eigenlijk niet meer ontgaan. Nou ja, dit is met deze overwinning denk ik, ja, theoretisch kan het nog dat je het niet haalt, maar in de praktijk ben ik ervan overtuigd dat we naar het EK gaan. Het plaatsen voor het EK is van belang voor het kunnen behalen van de A-status bij het NOC-NSF voor een mogelijk Olympisch kwalificatietoernooi voor de Spelen in Rio. Door de winst staat Nederland nu alleen op kop in groep 4. We moeten gewoon alles winnen voor het gevoel. Dat zou goed zijn, maar nu gaan we dit eventjes vieren vanavond. Mag niet te vroeg juichen, maar eigenlijk kan niet meer stuk. Lotto steunt het Nederlands handbalteam volop in de kwalificatie voor het EK. Het Nederlands Handbalverbond is erg blij met die ondersteuning. Zeker in deze barre tijden, waarin bedrijven zich toch langzaam loskoppelen van de sport vanwege de economische toestand. Wij zijn bijzonder verheugd dat Lotto in dat gat springt. En we zijn ongelooflijk blij dat we met Lotto ook een fantastisch merk hebben waarmee we onze sport kunnen promoten. Lotto is er voor de sport, al meer dan 50 jaar. Lotto, dat is win-win.